Voor deze vakantie hebben we 4 weken mobile homes gehuurd bij Roan.nl. In het voorjaar is dat erg goedkoop, met €800 voor 4 weken, ofwel iets meer dan €28 per dag. Voor een mobile home uit het luxe segment met grote koelkast, afwasmachine, tv met Nederlandse zenders en een prachtige gemeubileerde veranda over de hele lengte. We hebben een plaats op camping Belvedere bij Trogir, dat op haar beurt weer vlakbij Split ligt, aan de Dalmatische kust. Jammer is wel dat we met de auto niet vlak bij de mobile home kunnen komen. Maar onze vrienden, die een slagje jonger zijn, helpen ons met bagage sjouwen. Jammer dat de plaats voor de homes op een iets wat uithoek van de camping is. Het is een terrassencamping en dan verwacht je een fraai uitzicht, maar dat is helaas niet zo. Die terrassen zijn natuurlijk niet zo gunstig voor onze gevorderde leeftijd. Maar we kunnen prima omlaag en omhoog rijden met de auto. Camping Belvedere is een middelgrote camping direct aan de Adriatische Zee. Met helder water, maar helaas geen mooie stranden. Hier en daar zijn betonplaten gemaakt en trapjes naar de smalle kiezelstrandjes. Zwemmen in zee hebben we niet gedaan, want dat is ons in mei nog veel te koud. De camping heeft een mooi vormgegeven zwembad, maar het lijkt ons in het hoogseizoen aan de kleine kant. De restaurantomgeving is mooi en gezellig en de keukenprestaties zijn goed. Vlakbij ligt het stadje Trogir, een mooi historisch stadje van Italiaanse oorsprong. Vanaf de camping kunnen we met een klein bootje rechtstreeks naar het stadje varen. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur, het water is rustig, dus hebben we een comfortabele tocht. Trogir is een klein eiland dat zich tussen het vasteland van Kroatië en het eiland Ciovo bevindt. Het is een historisch juweeltje, net als de andere steden die langs de kust verspreid liggen. De historische gebouwen en bezienswaardigheden verdringen elkaar in de geplaveide steegjes, die allemaal vertrekken vanaf het zonnige stadsplein. Het indrukwekkende kasteel van Camerlengo werd halverwege de 15e eeuw gebouwd door de Republiek Venetië. Marin Radoj breidde de toren, die hier sinds de 14e eeuw stond, uit tot het gebouw dat je nu ziet. Hoewel het kasteel slechts een omhulsel is, kan je omhoog klimmen en op de muren rondlopen. Dan volgen we de waterfrontpromenade. Die wordt beschouwd als een van de mooiste in Dalmatie. Met prachtige palmbomen en smaakvolle terrassen.
Regelmatig komen er vliegtuigen over op weg naar de landingsbaan van het vliegveld van Split. Dat is ook de reden dat ik hier niet met de drone kan vliegen. Simpelweg omdat de motoren niet willen starten. Dan lopen we via de hoofdpoort het stadje in en slenteren door de straatjes. Waarna we op het hoofdplein uitkomen. De kathedraal van Louvre, Laurentius, trok hier, is nog een mooi voorbeeld van de rijke erfenis aan religieuze gebouwen in Kroatië. Het is een basiliek met drie beuken, in Romano-gotiek. En de meest imponerende bezienswaardigheid van Turkije. Constructie van de kathedraal begon in 1213 en eindigde pas in de 17e eeuw. Het meeste werk werd verricht in de 13e eeuw. De toren is 47 meter hoog. De klokkentoren is een van Trogir's bekendste bezienswaardigheden en herkenningspunten. Het is een overblijfsel van de kerk van Sint Sebastiaan, die ooit op deze plek stond. Trogir staat overigens op de UNESCO-erfgoedlijst. We lopen nog door een paar vergeten steegjes en stappen tenslotte weer aan boord voor de winderige terugtocht. Zie voor meer vakantie ook mijn andere films over Kroatië en het Lago Maggiore in Italië.